gaan nu naar de boot. Rondje varen. Ja, een beetje relaxen op het water. Met dit mooie weer. We zijn nu op de Vinkeveense plassen. En eigenlijk gaan we altijd daarheen. De boot ligt daar. We hebben een eilandje daar. Het mooiste aan het varen is toch wel dat je tot rust komt. Een beetje vrijheid. Er valt altijd wel wat te beleven. En als we meestal of een rondje varen, daar ben je natuurlijk vrij in welk kant je op gaat. En als we naar het eiland gaan, dan is het gewoon vooral relaxen. Ja, dat gaat makkelijk. Ik denk dat mijn mooiste herinnering toch wel het Nederlands kampioenschap is van afgelopen jaar. Wiebes aan de rechterkant, Pieters aan de linkerkant, Wiebes met een fietslengte, met twee fietslengtes, met drie fietslengtes. Lorena Wiebes, ze gaat het dan toch doen hoor. Wat een klasse is dit. We stonden toen met Parktel met het hele team aan de start. Of in ieder geval bijna het hele team. Die meiden hebben toen zo hard ervoor gewerkt om de kopgroep terug te halen. En dat ik het uiteindelijk kon afmaken is dan gewoon heel mooi. We leggen nu aan bij ons eigen eilandje, wat we huren. Een beetje ons eigen plek hier op de Vinkeveense plassen. Het is een hele rustige plek. In de zomer is het wel wat drukker, er komen wat meer bootjes voorbij varen, maar dat heeft ook wel weer wat. Maar nu ook, eigenlijk je hoort de vogels natuurlijk fluiten en als je hier 's ochtends vroeg bent, dan hoor je de ganzen voorbij komen. Ik ga de overstap maken om me verder te ontwikkelen in een professionele omgeving. Ik voel gewoon een hoop vertrouwen vanuit de ploeg. Ik hoop gewoon dat we elkaar naar een hoger niveau brengen. Voor mij is dat niveau wereldtop. Veel meiden in de ploeg zijn natuurlijk al wereldtop. Het niveau ligt al hoog. Maar ik denk dat we samen naar een nog hoger niveau dat we toe kunnen gaan en echt het vrouwenwielrennen kunnen domineren. Ik droom er nu van vooral om weer wedstrijden te kunnen rijden. En dan ook weer wedstrijden te kunnen winnen. En ik denk dat ik ben niet zo'n trainingsbeest. Het liefst rijd ik zoveel mogelijk wedstrijden en train ik minder. Maar op dit moment is dat natuurlijk anders. En ik merk nu wel dat ik meer plezier haal uit mijn trainingen dan dat ik hiervoor deed. Dus ik denk dat eigenlijk deze rotsituatie eigenlijk ook weer goede dingen heeft gebracht daarin.